Goedendag, beste leden. Ik heb een update aan de hand van de nieuwe coronamaatregels die gisteren bekend zijn gemaakt. En ik heb heel goed nieuws voor jullie. We mogen namelijk gewoon buiten blijven sporten met meerdere groepjes van twee naast elkaar. Exclusief de trainer. Dus we gaan terug naar de vorige situatie die we dus al eerder hebben gehad. Waarin we een zelfstandigere workout krijgen. Als je het al hebt meegedaan, weet je het al. Als je nog niet hebt meegedaan, laat je lekker verrassen, zou ik zeggen. En alles wordt je dan duidelijk gemaakt tijdens je sportmoment. En verder is het misschien ook nog wel ergens leuk om even te weten hoe het dan bij ons achter de schermen gaat. Ik ben de hele dag al bezig en mijn vriendin Lotte is ook de hele dag al bezig. En waar zijn we dan de hele dag mee bezig? Nou, ik had eigenlijk al het een en ander voor jullie bedacht. Even kijken. Misschien wel even leuk om te zien. Dus ik kreeg net het goede nieuws. Enigszins een klein beetje dat ik dacht, ho, gaan we weer alles weer helemaal anders. Ik ben de hele dag al bezig met de corona-update die ik hiervoor wou gaan maken. Met drie, zelfs vier verschillende opties. Ja, vind je het leuk, kan je hem even pauzeren. Maar ik had van alles al bedacht, want mijn doel is om jullie lekker in beweging te houden. Wat ook wel even handig om te laten zien is, dat is deze. Ik zal hem even inzoomen. Hier is namelijk net, ik heb contact met een persoon vanuit de gemeente die hier heel veel verstand van heeft. En met haar heb ik contact en zij laat mij dan weten wat mag wel, wat mag niet. En ze zei, joh, bij de NOC-NSF, bij de veelgestelde vragen, is duidelijk geworden wat dus wel en niet mag. Dus hier zie je, ja, je mag in groepen van maximaal 2 buiten sporten. De specifieke regels, die zijn bij ons al bekend, maar die staan hier. Je kan je scherm even pauzeren bijvoorbeeld, maar er staat bijvoorbeeld dat je met 2 groepjes naast elkaar mag sporten. Heel belangrijk vind ik, dat is de veiligheid van de sporters. De maatregels, die willen we gewoon aan gaan houden. Even kijken, scherm delen, stoppen. Dus we gaan ervoor zorgen dat alles zo veilig mogelijk gebeurt, zoals altijd. Alle lestypes kunnen door blijven gaan. En ik zie je vanavond in de les of morgen in de les. En dan, als je vanavond meedoet, neem even een stopwatch mee of je mobiel. Want we hebben een nieuw soort training die ik dus had voorbereid voor vanavond. En die gaan we eens even uitproberen. Eens kijken hoe het bevalt. Dus ik ben heel benieuwd wat jullie daarvan vinden. Dus als je vanavond meedoet met de RunFit, stopwatch of een mobieltje meenemen voor de stopwatch functie. En doe je mee met de HIIT. Kom lekker, doe lekker mee. En het gaat helemaal zoals je het hiervoor gewend was. Met de iets individuelere insteek. Op een veilige manier, op een leuke manier sporten. En dan zie ik jullie in de volgende les. Individuele les trouwens, hè. Fijne dag!